Tijdens een trainingskamp op Lanzarote leren twee wereldkampioenen op de fiets elkaar echt kennen. Allebei de beste op de fiets in een totaal andere discipline, maar met dezelfde gedrevenheid. Veldrijder Lars Boom en sprinter Theo Bos. Dadelijk bijt hij. Oh, echt man. Die stinky goal. Ik ken Theo een heel klein beetje, niet heel erg goed voordat we hierheen kwamen, maar het gaat nu heel erg goed, samen met de kamer, geen probleem. Klikt goed. Ja. In een soort kat-en-muisspel domineren zij de wegen op Lanzarote. De een pakt de toppen. Aan de afdaling komen we alweer terug hoor. En de ander de dalen. Ik ben nu al redelijk vermoeid na 10 dagen. En dat is gewoon een goede prikkel geweest. En ik denk wel dat ik een goede stap in de juiste richting heb gezet. De trainingen lopen nu heel erg goed. Ik voel mij heel erg sterk. Ik krijg wattage die ik in blokjes nog nooit gehaald heb. Dat is wel, geeft heel veel een heel goed gevoel. Voor Bos is het misschien wel de meest spannende tijd. Want redt hij het om van de baan nu te gaan meetellen op de weg? En misschien wel ooit een etappe in de Tour de France te pakken? Een te hoog gespannen verwachting voor nu. Maar Bos gaat wel met sprongen vooruit. Theo traint met SRM, een vermogensmeetsysteem. Waarin ik eigenlijk precies kan zien hoe die vooruit gaat. En hij zit nu gewoon op waardes die eigenlijk vrij normaal zijn voor een hele goede wielrenner al. En dat na inmiddels 10 weken. Wat ik nu ben is bijna 100% sprinter. En ik moet toch iets meer duurrenner worden. En dat duurrennen, dat bestaat gewoon uit veel wegtrainingen. Dus 4, 5, 6 uur fietsen. En dan verandert je lichaam vanzelf al. En uiteindelijk moet je dat gewoon doen. En dan is het hopen dat je lichaam zich zo ver aanpast dat je uiteindelijk ook aan de streep gaat kunnen komen. Bos, een perfectionist puur sang, dwingt zichzelf tot het uiterste. Misschien soms wel iets te. Kijk, hij heeft natuurlijk de neiging van, ben ik wel goed genoeg? Die vraag zit hij natuurlijk mee, dat is logisch. Dus ja, hier gaat hij met Lars zitten meten. En als hij naar de Algarve gaat trainen, gaat hij weer met iemand anders zitten meten. En dan vraagt hij mij, die sprinter, die en die, wat doet die berg op? En dan gaat hij dat weer zitten testen. Dus we hebben eigenlijk afgesproken, we zijn klaar met testen. Het gaat in orde komen. Nu moeten we doen wat verstandig is om dadelijk in februari in vorm te zijn. Dit is ook Shimano 2 speed, dit. Ja? Je kunt ook te veel gefocust zijn. En dat is wel, je moet daar een balans in zien te vinden. En, maar er hangt voor jou ook veel meer vanaf nu. Zeker. Het is gewoon een belangrijke zaak. Oh god, kom. En dan is even vissen een welkome afwisseling. In februari hoopt Bos voor het eerst aan de start te staan van een koers. De ronde van Algarve is het streven. Ja, zolang je dat niveau wat je wil halen nog niet hebt bereikt, dan is dat natuurlijk geen zekerheid. En ik doe er in ieder geval alles aan om op dat niveau te komen. En dat is in ieder geval de enige zekerheid die je hebt. Paint voor, hè? Ja. Oké. Hé. Oh!